Hier heb je de middelste stroomdraad en om de 25-30 centimeter werd dus een draad gespannen. Dit was eigenlijk bedoeld door de Duitsers om gewoon vlot verkeer naar de andere kant van de grens om dat te beletten. Hier op de grens tussen België en Nederland in Achel werd een klein deel van de Eerste Wereldoorlog uitgevochten. Te midden hiervan stond de Draad des Doods, een gruweldraad van maar liefst 180 kilometer gezet door de Duitsers. De middelste draad was geladen met stroom, een 2000 volt. Dus echt om te beletten dat Belgen zomaar ongevraagd naar Ginter, naar Nederland trokken. De dodendraad liep dwars door het domein van de Achelse kluis. Aanvankelijk verschanste de Belgische generaal De Schepper zich met een klein leger vrijwilligers in dit trappistenklooster. In 1914 had hier dus dat legertje van De Schepper, dus een militair gouverneur van Limburg, die met vrijwilligers probeerde de Duitsers wat bezig te houden. En uiteindelijk is dat legertje van De Schepper hier in Hamond-Achel over de grens geduwd door de Duitsers. Ze hebben hier eventjes een militaire actie gevoerd, wat kanonschoten afgevuurd op de Achelse kluis bijvoorbeeld. En daarmee is het laatste verzet in Limburg, hier juist in Hamond-Achel, gestopt. Dit is een van de enige plaatsen in Limburg waar tijdens Wereldoorlog 1 werd gevochten. Zowel de dodendraad als het verzet aan de kluis herbergen trieste herinneringen. Ja, als je de verhalen kent van wat de mensen hier geprobeerd hebben om toch te vluchten en het feit dat hier toch veel slachtoffers zijn gevallen. Men schat dus het aantal slachtoffers op een 500 ton hier langs de draad. Ik ken hier het verhaal van in Hamond-Achel van een vrouw die met een kind probeerde te vluchten en die geholpen werd door een smokkelaar. En de draad was doorgeknipt, maar dus laten we zeggen de derde draad niet. En de vrouw ging met het kind op de rug onderdoor. En dat kind uit een reactie pakte toch de draad vast en beide waren dus op slag dood. Wereldoorlog 1 zal de komende 5 jaar herdacht worden in Hamond-Achel. Het eerste jaar is generaal De Schepper hier naartoe gekomen. En er is dan het tweede jaar is de dodendraad gespannen. Die is ook specifiek rond deze door de kluis getrokken geworden, de Achelse kluis. Het derde jaar gaan we spionage in de kijker zetten. Het vierde jaar het dagelijks leven. En het vijfde jaar de zogezegde wapenstilstand en de grote ontploffing. Het noorden van Limburg heeft de grote oorlog wel degelijk meegemaakt.